dames en heren, goedendag. Welkom bij het Weekoverzicht, een productie van het kabinet van de vicepresident van de Republiek Suriname, aflevering 179. In deze aflevering buschauffeurs ontvangen toewijzingsbeschikkingen, wetgeving en faciliteiten voor mensen met een speciale hulpvraag noodzakelijk, Giorgio Rusveld beschikt eindelijk over nieuwe protheses, Nigeriaanse consultants bespreken herbebossingsproject met VP en VP toont solidariteit aan mensen met een speciale hulpvraag. Directe hulp bieden aan burgers in nood, dat is waar vicepresident Ronnie Brunswijk zich gepassioneerd voor inzet. De VP wenst niemand over te slaan, maar tracht een ieder die bij hem aanklopt voor steun tegemoet te komen. Tegen deze achtergrond hebben 20 buschauffeurs op 20 maart hun toewijzingsbeschikkingen uit handen van de VP in ontvangst mogen nemen. De uitreiking van de documenten geschiedde op het kabinet van de VP in aanwezigheid van Sheriff Attorney, als woordvoerder van de Belangenorganisatie van Buschauffeurs, BOVB. Daarvanuit de BOVB de roep om hulp steeds luider werd, besloot Attorney toenadering te zoeken bij de regeringsfunctionaris. De woordvoerder spreekt van een belangrijke stap in het verstrekken van essentiële middelen aan de beroepsgroep. VP Brunswijk stond vooral stil bij het belang van de toewijzing van domeingrond aan minder bedeelden. Hij drong er bij de ontvangers op aan hun grondpapieren niet door te verkopen. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft zijn solidariteit aan mensen met een speciale hulpvraag getoond door samen met deze groep actief aan een bewustwordingsloop deel te nemen. Deze activiteit was op donderdag 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Het betrof een activiteit van Stichting Platform ISOS, die in 2023 door de vice-president was geïnstalleerd. De regeringsfunctionaris gaf het startsein voor de loop. Giorgio Rusveld beschikt eindelijk over zijn nieuwe protheses. Mede dankzij de onvermoeibare inzet van vicepresident Ronnie Brunswijk heeft de 20-jarige Surinamer met een speciale hulpvraag op 8 maart jongstleden nieuwe protheses aangemeten gekregen in Hoofddorp Nederland. De missie werd mogelijk gemaakt door de stichting Amigol, van wie Marianne de Jong als drijvende kracht in oktober 2023 een ontmoeting had met de VP. Amigol werd geraakt door het verhaal van Rusveld, die vanwege een medische aandoening zijn benen had laten amputeren. Dit in de hoop om met de protheses die hij toen kreeg weer te kunnen lopen. De kunstbenen voldeden echter niet, wat voor Rusveld een dagelijkse beslommering opleverde. Aangezien klimaatsverandering ingrijpende effecten met zich meebrengt, is het van cruciaal belang dat er in de wereld aan herbebossing wordt gedaan. Suriname moet vooral zijn status als groenste land behouden door onder andere opnieuw te beplanten daar waar er aan houtkap is gedaan. Dit project is een project die we gaan uitvoeren in Oost-Suriname. En het houdt in dat we herbebossen willen doen in de gemeenschap bossen. Je weet, er is jaren hout geoogst, maar er is nooit geplant. En Suriname is de groenste land ter wereld. Maar wat herbebossing betreft, zitten we op de 115e plaats. Dus
Het is een hele discrepantie waarbij we zaken moeten doen om onze positie te behouden. En deze mannen vanwege climate change en al die dingen. En de SDGs, want dit project houdt 2 SDGs in. Het planten van de bomen is terugkrijgen van je bos, klimaatverandering en al die dingen. Maar het zijn de gemeenschappen die het werk gaan doen. Dus mensen uit die dorpen. En we hebben 6 dorpen uitgekozen. Dat zijn Wanghati, Langauko, Rikanao Mofopetondo, Adjuma en Mungotapo. In die 6 dorpen gaat een pilot worden uitgevoerd in het oosten. En dan gaan we daar verder. Dan gaan we verder, want eigenlijk is het een project van minimaal 15 tot 20 jaar. Daarom zitten we even, dat ga ik apart met de VP checken, want de gemeenschap bossen van Rikanao Mofo en Mungotapo moeten verlengd worden. Want die vervallen dan in 2030. Dus daar is het een beetje te kort, omdat minimaal gebied waar we gaan werken moet 15 jaar zijn. Dus het is gewoon een project voor, eerste project 15 tot 20 jaar. Het kan hooguit minimaal 10 jaar zijn, maar niet meer, minder dan 10 jaar. Deze investeerders, ze hebben via hun counterpart hier, want toen ik ben aangetreden hebben ze het kunnen lezen. En toen via hun counterpart hier hebben ze toen contact gezocht met mij. En hun rol is, is om die fondsen te zoeken, grants. Want meestal zijn er gewoon fondsen en grants die je krijgt voor deze projecten. Als land hoef je het niet terug te betalen, maar je moet het project wel doelmatig uitvoeren. En we gaan samen met hun nu, de gegevens die ze hebben verzameld, gaan we nu het projectdossier klaarmaken. En dan gaan zij het dienen bij die internationale donoren. En zolang we de financiering hebben, dan gaan we over tot het start van dit project. Hoewel dit alles in place is, spant de regering zich in om wetgeving en adequate faciliteiten voor mensen met een speciale hulpvraag tot stand te brengen. Zo sprak vice-president Ronnie Brunswijk op donderdag 21 maart op het Onafhankelijkheidsplein ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Wat we proberen te doen is wat betreft dat deze groepen niet gediscrimineerd moest worden. Ze zijn ook mensen. Ja, al hebben ze een beperking, maar ze zijn in de gemeenschap. En we moeten samenleven met deze mensen. Vandaar dat ik hier ben vandaag om ook mee te lopen. Om de wereld te wijzen, niet alleen Suriname te wijzen, dat ook mensen met een beperking recht hebben. Ja, kijk maar naar sport. In de wereld dan zie je ook dat in bepaalde landen ook deze mensen worden meegenomen in hun plannen. Dat willen we ook in Suriname doen. Dat we vragen naar die organisatie, vooral die sportorganisaties, om hun accommodatie zodanig in te richten dat ook deze mensen kunnen meedoen. Zelf overheidsgebouwen, dat deze mensen het gebouw kunnen betreden. Ja, dus al deze dingen zijn zaken die gedaan moet worden, maar natuurlijk zijn er organisaties die zich daarvoor inzet. Ik wil jullie bedanken, mevrouw Kraskamp, met al die andere organisaties. Ik ken niet alle organisaties bij naam hoor, maar in ieder geval u als platform wil ik bedanken voor dit moment en dat jullie doorgaan om deze mensen te ondersteunen. Ja, Suriname, ik roep u op om ook alle mensen met een beperking te accepteren. Laten we samen met deze mensen leven. Ja, ik wil het niet te lang houden, maar laten we deze mensen niet discrimineren. Ja, en vandaag hebben we die antidiscriminatieloop. Ik kom ook lopen om te bewijzen, om te wijzen dat deze regering, Santokki Brunswijk, ook aan jullie denken. Dank u wel. Dat was aflevering 179 van het Weekoverzicht. Een productie van het kabinet van de vice-president van de Republiek Suriname. Tot de volgende aflevering.